Met Horus. Hey. Je vrienden van de radio. Je bent ongeduldig, hè? Ja. Ja, daar komt hij dan. Van de radio. Ja. Dames en heren, terug van de geweest. U hoort, u heeft hem 3 weken moeten missen. Maar daar is hij eindelijk, de koning van het helderziende wereld. De man die alle waarzegbollen af laat schrikken, omdat hij altijd alles weet. Robert van den Broeke, dames en heren, een hele goedenavond, Robert. Hey, Robert. Goedenavond. Hallo. Hallo allemaal. Ja, nou god, wat een daverend, daverende inkoppen weer. Ik had eigenlijk nog iets groter willen maken. Ja, we vonden eigenlijk wel dat je dit verdiende, omdat we 3 weken even out of office waren, omdat een studio verhuisd moest worden naar het Mediapark. Ja, ik heb jullie natuurlijk wel heel erg gemist. Ik vind het al hartstikke leuk om te doen. En heel gezellig om bij jullie weer te gast te zijn. En ik vind het, mijn felicitatie naar jullie toe. Hartstikke leuk dat jullie nu op het Mediapark zitten. Die verhuizing hebben we meegemaakt. Het is fantastisch. Dus heel veel succes. Ik ga even kijken. Weet je welk kleur tapijt we hier hebben liggen? Oh ja, oh. Weet je dat toevallig? Maak zo wel even een foto. Ja, ik heb geen idee. Wat een rotzak is het. Ja, is een beetje misbruik, maar nee, een situatie geeft. Nou, je weet maar nooit precies, mag ik het ineens zien zometeen. Nou, voel het eens, probeer eens te voelen. Nee, dat werkt helemaal niet. Nee. Commando kun je maar niet maar wat voor kleur weet is dit? Weet ik niet, dat is misschien eigenlijk te veel op commando. Ja, precies. En maar Chris, wat voor kleur is dit? Is dit nou paars-roze, wat diep-roze? Wat is het? Ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik weet het niet. Stel je voor dat je deze ruimte huurt en dat je kleurenblind bent. Nou, het gaat nu over iets anders. We hebben Robert hangen. Ja, sorry. Ja. Robert, lieve man, welkom terug. We hadden net ook een gesprek met een gast van Paul. Die heeft last van smetvrees. Dus 10 minuten uitgelopen dat gesprek. Vandaar dat we wat later bij jou zijn. Maar goed, beter laat dat dan nooit. Dat geeft niet. Ja, smetvrees is heel vervelend. Ja. Dat klinkt misschien heel raar, maar ik heb er ook al jaren last van. Dat meen je niet. Waar uitzicht dat bij jou in? Nou, bij mij is het wel echt zo dat, ik was veel mijn handen, ik gooi snel kleren in de was, sneller als de gemiddelde persoon, waardoor ik veel was krijg en zo. En buiten de corona om had ik ook altijd al smetvrees en angst om griep te krijgen, om klinken aan te raken. Ja, ik heb zo'n vermoeden dat jij aardig wat wasmiddel hebt staan in je voorraadkast. Als je zoveel was. Nou, dat heb je heel goed gezien, ja. Ja, nee, dat zie je knap, hè? Dat is best wel zo, ja. Dus de wasmachine die maakt overuren en mijn droger die is aan vervanging toe. Ja. Hey Chris, moeten we even terug naar de verwachtingen die Robert had uitgesproken? Of moeten we aan Robert even vragen? Robert, wat is er, is er nog iets voorbij gekomen waar jij een blik op had geworpen? Ja, en zegt, ja, dit is toch wel gebeurd. Ja, zeker. Ik had natuurlijk, ik denk in de uitzending van 22 januari had ik een voorspelling bij jullie gedaan dat er een nieuwe coronagolf half maart, half april zou komen. Ja. En dat is nu ook gaande. Dat is nu ook inderdaad een piek gaande met corona. Dus inderdaad een soort coronagolf weer gaande. Ja, klopt. En inderdaad halve week. Ja, dus. En ik had voorspeld in jullie uitzending dat er in een grot een hele bijzondere ontdekking gedaan zou worden, wat de gehele wereldpers zou halen. Klopt. Nou, dat is dus inderdaad uitgekomen. Twee weken van tevoren bij jullie voorspeld. En 2 weken na de rand werd er dus inderdaad een ontdekking gedaan in een grot. En daarin bleken dus delen van de Dode Zeerollen te liggen. Dus hele oude Bijbelse teksten. En die ontdekking in de grot, die heeft de hele wereldpers gehaald. Maar echt, je had het ook. Ja, en ik had een tijdje terug bij jullie had ik het over een carillon waar iets mee zou zijn. Oh, een carillon wat in, hè, weet je nog? Ja. En die kapot zou zijn of die heel, heel breed in het nieuws zou komen. Nou, is heel breed in het nieuws gekomen dat carillon is gerepareerd helemaal in Asten. En dat die op het moment vervoerd worden naar Washington.
per containerschip. En dat heeft behoorlijk de pers gehaald. Dus die worden per containers, wordt dat carillon nu vervoerd, wat de krantenkop heeft gehaald. Dat kun je ook op Google allemaal terugvinden. En dat wordt gebracht naar een wereldberoemde begraafplaats in Washington. Ja. En daar gaan ze het carillon spelen. Dus ja, het is opmerkelijk dat dat dan toch weer precies is uitgekomen. Ik heb ook de verkiezingen voorspeld. Dat was op Ponets, die vroeg aan mij of ik de verkiezingen wilde voorspellen. Ja. En dat is exact uitgekomen. De uitslag van de verkiezingen van tevoren voorspeld. We hebben het opgenomen. En inderdaad, die uitslag die bleek inderdaad te kloppen. Dus dat Sigrid Kaag zou... precies. Dat die... man. Wat knap, zeg. Ja. Nou ja, en ook inderdaad, het laat wel zien dat mensen dat helderziendheid dus bestaat en dat er een zesde zintuig is. En maar ik ben eigenlijk heel benieuwd, hè, want of die duivel is aankomen vliegen. Die vliegt nog rond, denk ik waarschijnlijk. Maar... Nou, serieus, ik heb nog regelmatig duivelbezoek gehad in onze tuin, maar gelukkig geen duif tegen de ruit. En ook niet naar binnen gevlogen, dat nog niet. Mee. Als het raam open staat bijvoorbeeld en die komt naar binnen, dan is het nog wel leuk. Maar tegen de raam vliegen, dat zou ik echt heel zielig vinden. We hebben een aardige ramenpartij aan de achterkant van ons huis. Dus er is wel kans dat zo'n beest er tegenaan kan vliegen. Maar het is nog niet gebeurd, gelukkig. Dus dat zou zielig zijn. Klop het even af bij deze. Gelukkig. Ja. Maar misschien komt hij wel gezellig even binnen. Hè. Dat zou ook mooi zijn. En jij had iets met, voor Chris 3 weken geleden, over iets met een zwembad? Ja, dat vakantiehuisje. Was dus vakantiehuisje? Ik heb nog geen vakantiehuis, nee. Nee? Ben je weg geweest? Nee, ik ben nog niet weg geweest, We moeten ook even plannen, we zijn op dit moment wel aan het plannen voor de zomer. Bij wie zag ik nou dat zwembad? Bij Chris. Of bij jou? Ja. Bij Chris. Ah ja. Toch? Ja, ik heb nog geen zwembad. Dat ligt dan nog vast in de toekomst. Ja. Dus je weet dan nooit. Misschien dat er ineens een financiële boost komt. Dat er toch ineens een zwembad komt of zo. Ik hoop het echt. Maar het zit in elk geval in je aura. Dus het gaat ongeregeld. Wel sparen voor Chris heeft al zijn geld gestopt in dit radiostation. Ja, precies. Wat lief. Nou, dat is hartstikke educatief. Ja, heel mooi. Nou, ik zal zo mijn rekeningnummer wel even doorgeven. Ja. Misschien weet jij even. Dan geef ik jou de winnende getallen van de lotto. Nou, hier. Precies. Ja. Hoppakee. Toch handig, hè, dat je connectie. Ja, precies. Is er tenslotte nog één verwachting, eentje die we eruit kunnen pikken voor de toekomst? Iets wat je hebt gezien, Robert? Ja, ik heb... ik even nadenken. Ik heb ik heb gisteren ook voorspellingen weer ingesproken op YouTube. Dus ik zag heel duidelijk dat er ineens een bericht komt dat er een heel bekend circus ineens stopt of ineens failliet is of stopt ineens. Dat zag ik heel duidelijk voor me. En even kijken, wat zag ik nog meer? Ik zag dan moet ik even nadenken wat ik nou precies gezien had. Misschien was het een beetje wazig geworden. Ja, is het niet helemaal helder, Robert? Ja. Nou, het was wel helder, maar ik moet heel even nadenken. Er was zoveel wat ik erin had gesproken. Dat komt dan allemaal zo snel door. Je mag het ook volgende week zeggen, hoor. Ik moet denken van, wat heb ik nou toch allemaal weer doorgegeven? Dat was volgens mij, ook met... dat circus sowieso, ineens failliet is of ineens stopt. En nog verschillende andere dingen. En wat ik sowieso zie is dat er de komende tijd ineens ook wat was het nou toch? Ik zag iets heel positiefs ook. Nou weet ik het weer. Door de tijd heen. Ja. Ik zie dat we binnenkort, dat is heel interessant om even mee af te sluiten. Ik zie dat echt een heel oud schip, hele oude houten onderdelen van een heel oud schip gevonden worden. Dus er wordt een oud houten schip gevonden, echt zo'n beetje uit die VOC-tijd. Ja. En die wordt gevonden en dat zal de gehele wereldpers halen. Dat is nog niet gevonden, dat moet nog gebeuren. Maar deze ontdekking zal lineair de media halen. We gaan afwachten tot het schip aan wal komt. Mooi, Paul. Ja, hoe het schip strandt. Ja, precies. Ja, maar het schip strandt. Is ook een mooie. Oh joh, wat kan je dat goed doen. Dank je. Hey, Robert, dank je wel. We houden hem weer in de gaten. Leuk je weer gesproken te hebben. En heel veel succes met jullie
uitzending op het Mediapark. Ja, dankjewel. En, ja, gefeliciteerd met de politieke ontwikkeling. En we bellen je volgende week weer. En ik hou de roekoe in de gaten. Ja, doe dat. Oké, okay. Dan Robert. Doei. Dan Robert. Okay.